Deze nieuwsuitzending die gaat over een weddenschap die ik heb gemaakt met mijn dochter een aantal maanden geleden. En zij zat te memoreren dat het zo erg gesteld is met het lot van de niet-blanke. De minderheden. Ik ben het niet eens met die vorm van medelijden. Punt 1. Het aantal blanken op deze wereld is ongeveer 5%, 3% en dalende. Dus Als je van alle blanken af wil, dan is het een kwestie van uh, geduld. Dus hoezo zijn minderheden zielig? Nou ja, ze, mijn zus en mijn dochter. Het is natuurlijk mijn zus. Na nou, zijn mijn dochter. Die mensen die, uh, die worden kwaad bejegend door de blanken. Dus er is heel veel uh, ja, white on black crime. Dus er, is heel veel, er worden heel veel misdaden gepleegd door blanke mensen, middels het systeem. En door dat blanke overheersende systeem worden heel veel niet-blanken gekwetst. Die zijn het slachtoffer, die worden achtergesteld en drama's. En toen zei ik tegen haar: van nou, volgens mij is het andersom ook. Ja, zei ze, maar de hoeveelheid vanuit de misdaden, misdrijven van blanken naar zwarte toe, dat staat ook elke dag op internet. Oh, zei ik tegen haar. Nou, laat me zien. Oh, zei ze, dus is goed hoor. Ze zit op Twitter en Instagram en heeft genoeg social media. Daar gaan we allebei verzamelen. Kom jij maar met wat jij weet te vinden, want ik heb daar geen voorbeelden van. En ik ben een dagelijks bezoeker van Prison Planet van Alex Jones en First Amendment Radio, die christelijke zender uit Amerika. En ik kijk naar de Gelderlander. Ja, soms komt Wim, Wim Kruidertuin met een leuke link. Daar kijk ik er dan ook naar. En voor de rest op YouTube. Jessalie Peterson, daar kijk ik regelmatig naar. Die staat ook op YouTube. En Jordan Peterson. En Stefan Molineu en, ja. en wat er maar voorbij komt. Ik ben nu aan het kijken naar uh, een documentaire over Jezuïten documentaires, het zijn stukjes van officiële tv-documentaires die zijn uitgezonden geweest. En het onderwerp is dan de Jezuiten. Nou, daar kijk ik naar en... ja, ik kom geen wandaden van blanken tegen, zo wachten tegen. Niet. Ik geloof best dat er kleurlingen zijn die last hebben van het systeem. En dat hebben wij ook. Dus. Onze kinderen krijgen geen rekenles meer tegenwoordig op school. Dus onze kinderen krijgen schamel onderwijs. En dan kan je zeggen, kinderen in Kenia. die kunnen helemaal niet naar school. Ja, die van ons moeten naar school. en leren daar niks. Wat is dan beter? Anyway. Ik ben op zoek gegaan. Oh, nee, niet op zoek gegaan. Ik heb elke keer. als ik wat tegenkwam. op Prison Planet. of waar dan ook. Ik denk, die zet ik even in een. Bookmark, list, dinges. En hier zal ik hem even bijpakken. Dit is een uh, lange lijst. Dit heb ik. Oh, nou pakken we even... ...dat ding zelf erbij. En... Dit is de een. En dan de eerste. Ik doe even open. Ja. En het is um, november vorig jaar. En de laatste is van. Die klopt niet. Die staat fout. Dit is. van mei dit jaar. Ja. Nou, en dan hebben we nog alles ertussen. <laughs> Even kijken, dit is er een. Is er ook een? Ah. Oh. Nee, die is er niet meer. Maar we weten nog wel wat de titel was: Asielzoeker onthoofd, eenjarig meisje in Duitsland. Merkel, dat is Angela Merkel. Verbiedt media rapportering. Oldenburg, dat is Duitsland. Bloedbad in supermarkt. Oh, die is ook weg. Migranten slaan werknemers schedel in met een hakbijl. Prison Planet. Eerste nog wel. De politie doet onderzoek nadat veel materiaal toont dat een blanke schooljongen geslagen en geschopt wordt door een groep van acht. Zwarte, negroïde kleurling. Uh, Teenagers, tienjarigen in Frankrijk. Teenage kicked and jumped on by gang while attackers laugh. Die kan je dan wel vinden. Het is wel leuk dat die uh, sommige dan verdwenen zijn. Hè? Deze staat er nog wel. Als ASO asielzoekers veranderen ter Apel in crimineel slagveld. In de supermarkt bespucht. Inwoonster uit Ter Apel is pissig op de veilige landers die haar bezoek aan de supermarkt verpesten. Tjoe. Dat was fake nieuws man. Even kijken. Parijs. Is E-Bron. Ah ja. Parijs. Brandweerlieden mogen brand niet plussen om Afrikaanse moslims niet te provoceren. De brandweermensen in de regio Parijs kregen een opdracht van de autoriteiten die inmiddels de controle over complete gebieden kwijtgeraakt zijn. Om geen branden te blussen zolang er geen gevaar op uitbreiding bestaat. Om zodoende niet het risico te lopen in een hinderlaag van de kant van Afrikaanse islamitische immigranten te lopen. Nou is dat fake, dat heet dan een no-go-zone. Met zo'n uh, mop is. Uh, je, je belt om een ambulance. Je belt om de politie. En je belt om een pizza. En welke van de drie is er het eerst met uh, een reactie aan de voordeur? Ja, dat is de pizza dus. Dit is. Van Front Nieuws. Criminaliteit onder asielzoekers in Nederland in 2019 sterk toegenomen. Het aantal misdrijven dat asielzoekers vorig jaar hebben gepleegd is met bijna 30% gestegen. Veel van deze mensen komen uit veilige landen waar geen oorlog of conflict gaande is en men dus geen reden heeft om asiel aan te vragen. Volgens een rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat door de Telegraaf is verkregen, zijn er in 2019 ongeveer 6000 misdrijven gepleegd door asielzoekers, een toename van 27% ten opzichte van het jaar daarvoor, toen er bijna 5000 misdrijven werden gepleegd door asielzoekers. Niet alleen de sterke toename van het aantal misdrijven van asielzoekers baart zorgen, ook het soort misdrijven dat zij plegen is verslechterd. Het soort is verslechterd. Beetje raar taalgebruik, maar vorig jaar ging het in de meeste gevallen om tussen aanhalingstekens kleine misdrijven, als winkeldiefstal, zakkenrollerij of inbraak. Maar ook geweldsdelicten als poging tot moord en verkrachting kwamen steeds vaker voor. Ja. Dat hebben we nog meer. Dit is er ook zo'n één. Dit is een... Uh een Brit, Mark Collett. En dan heeft hij dus. En dan gaat het om dit incident: dat een leerling. Een, een wapen richt. op de lerares. En die lerares is blank. Dit is absoluut onacceptabel gedrag. En hierover is dan door de politie en dergelijke en de media gezegd van ah het ging om een speelgoedpistool. En dat is onzin. Want je kan zelf zien dat dit behoorlijk lijkt op een echt pistool. En dan kan het een replica zijn, maar dat kan degene op wie je dat ding richt niet zien. Dus die voelt zich daadwerkelijk met de, de dood bedreigd. En dat is dan niet zo omdat het een speelgoedwapen is, maar dat weet degene waarop je dat wapen richt niet. Dus die staat doodsangst uit. Dus, dus uh, en dat doe je in de klas. Nou, dan hoor je dat niet. Punt. Nou, dat hebben we nog meer. Deze is ook zo'n Irakees onthoofd 17-jarige Zweedse en bewaart haar hoofd thuis. Jo. Dit is, het gaat om dat meisje aan de rechterkant. En links, dat is haar vriend. En zij wilde de relatie beëindigen, dacht ik. Oh ja. Hij wordt ervan beschuldigd de jonge vrouw nadat ze hem wilde verlaten, vermoord te hebben. Het lijk in stukken gesneden en op meerdere plekken verstopt te hebben. Het hoofd zou hij gewikkeld in aluminiumfolie in een koffer in de voormalige gezamenlijke woning te hebben bewaard. Via mijn vriend Wim ken ik het droevige verhaal van een man. Wiens zus met ik weet niet hoeveel mesteken uh, om het leven is gebracht. En dat was precies hetzelfde verhaal. Dus ze wilde bij hem weg en dat pikte hij niet. Dat was ook een buitenlander. En die jongen die ik dan ken via Wim Kruidentuin, dat is een Nederlandse jongen. Het was zijn zus. En hij is degene geweest die naar het mortuarium is gegaan als enige van de familie om te bevestigen dat het ging om zijn zus. En hij heeft dus gezien hoe ze eruit zag. Of hoe haar lijk eruit zag. Er wordt gezegd dat die jonge man tot op de dag van vandaag getraumatiseerd en rondloopt. Die. die heeft wilde fantasieën over wat hij gaat doen als die dader. Uh, straks weer. Van los rondloopt. Want dat duurt nog zoveel maanden. En ik zei nog tegen Wim guido ja, dat moet die jongen echt niet doen. Dat moet hij mee ophouden. Daar gaat hij kapot aan. Ja, de win, koude tuin, daar heb je gelijk in. En die jongen die kan dat beeld van het lijk van zijn zus maar niet uit zijn geheugen wissen. Te samen met het karakter van die zwager. Yo, yo, Dus yo, laten we er nog eentje pakken. White people bad, the media says so. Ja. Jonge asielzoekers trekken zakkenrollend door Nijmegen aan. De reformator. Oh, dat is vandaag niet. Die zijn dicht. Het reformatorisch dagblad. Je ja, had ook wat. Marokkanen vernielen ruiten lijkwagen. Reformatorischdagblad.nl. Uh, ben je toch gek in je achterhoofd? Ik kan me hier niks bij voorstellen. Ik kan mij niet voorstellen. Dat als de situatie omgekeerd was. en dat wij vanwege de. de klimaatverergeringstoestanden. kunnen we alleen nog maar droge voeten houden. in. het Rifgebergte. en wij moeten dus en masse naar Marokko toe. want ons eigen land is. Uh, ondergelopen. uitgedroogd. En dan komen wij in Marokko en daar gaan wij een rouwceremonie verstoren. Dat, dat doe je toch niet? Je hebt je eigen land moeten verlaten, want daar was het niet meer te harden. En geheel tegen je zin zit je in een vreemd land. En die mensen van dat vreemde land, die zaten daar niet op jou te wachten. En dan in die gastvrijheid ga je een rouwceremonie van het volk dat jou aan het opvangen is, ga je een rouwceremonie verstoren. Kijk, van Christus is bekend dat hij tegen een volgeling, tenminste, die beweerde een volgeling te zijn. En die volgeling die vroeg aan Christus om een dagje later naar uh, Huppeltje Pub te gaan lopen. Want zijn vader zou begraven worden en hij wilde graag bij die begrafenis zijn. En kunnen we niet een dagje later gaan wandelen? Want anders mis ik die begrafenis. En Christus zei tegen hem: Van ja, als jij hier blijft voor de begrafenis, dan vraag ik me af uh, waar, waarom. Laat de doden de doden begraven. Dat is het uitgangspunt. En toch houden wij een ceremonie vanuit onze cultuur. En dat doet zo'n beetje iedere gemeenschap. En dat zijn geen ceremonies om te verstoren. Waar ben je dan mee bezig? Die ceremonie is zeg maar als een culturele pleister op een wonde. En nee, wat we niet gaan doen, is dat we pleisters van wonden lopen rukken. Oh nee, er moet er maar geen pleister op hier. Ratsch! En Dit brengt wee toe. Aan het volk wat. Woonde in dat land voordat jij er naartoe moest. Heb je? Waar je binnenkwam als vluchteling. Of je nou economische vluchteling was of gewone vluchteling, dat maakt niet uit. Maar je dacht het hier beter te hebben dan in je thuisland. En dan ga je een rouwstoet verstoren. Of iets daarmee. Uh, ja. ja. Ze hebben een rouwstoet verstoord. Ze hebben die ruiten vernield van een uh, lijkwagen. Ik heb ook gehoord dat ze vuurwerk hebben gegooid. naar een, een live rouwstoet. En in het openbaar vervoer heb ik in, in een jaar tijd heb ik voorbeelden gezien van asociaal gedrag. En tot mijn verbazing waren dat allemaal buitenlandse mensen. Ik weet nog dat de bus ging rijden. Van een halte. Ergens in de buurt van Helsinki. En dan ziet die chauffeur in zijn spiegel. dat er nog een jonge man aankomt. Hollen. En hij was al weggereden van de halte. Hij trapt op zijn rem. en doet de deur open. Nou, die jonge man. die komt naar binnen. en die gaat een. Uh, die doet bliep. en die gaat zitten. Waarop die chauffeur. Met luide stem door de bus heen zei van hé, hey, je mag ook wel dankjewel zeggen dat ik voor jou gestopt ben. De, de hele bus heeft stilgestaan omdat jij te laat was. En dan hebben we allemaal op jou gewacht. En dan zeg jij dus dankjewel als je instapt. En dat zeg je voordat je gaat zitten. Dat zeg je namelijk bij binnenkomst. Als eerste. Dat deed die man dus niet. En een ander incident, dat is niet zo lang geleden. Je hebt nou met die corona. dat je niet langer een kaartje kan kopen in de bus. Nou, de eerste. week, twee weken. Waren er mensen. en die waren. onaangenaam verrast. en die mochten van de chauffeur gaan zitten. Van. jammer, maar oké, okay, ga maar zitten. Maar denk erom. voortaan, het kan dus niet meer. en je moet er binnenkort echt om gaan denken. En toen kwam die wisseling van de regeling. En dat heb ik meegemaakt. En toen woude er, wilde er. Een Twee jongens en een meisje, die wilden instappen. Nou, toen zei die chauffeur van, ja, uh, over chipkaart bliep. En die hadden ze niet. En toen zei een van die jongens van, ja, nou, je kon toch uh, met een app via internet, komt toch? Dus, uh, nou, uh, waar is dat allemaal? En toen zei die chauffeur van, ja, jongen, daar ben ik niet voor. Als je dat soort dingen wil regelen. dan moet je dat doen terwijl je staat te wachten op de bus. En daar ga je maar uh, WhatsAppen. en die app opzoeken. en hoe dat werkt, daar ben ik, meneer de buschauffeur, niet voor. Dus uitstappen nu. En de volgende bus is over een uur. Nou, pech. En die ene jongen die. Die nam zijn verlies en dat meisje, dat was kennelijk het vriendinnetje... die bleef nog hangen bij haar vriendje en die nam zijn verlies niet. En die ging lopen schreeuwen tegen de buschauffeur. En zijn vriendinnetje die had zoiets van ha, 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 ha. En toen stond die chauffeur op van zijn stoel... en die liep dus achter dat scheidingslint wat er is... Hè? En hij zei tegen die jongen: "Ik ben er wel duidelijk. Jij gaat die bus uit, nu." En toen ging die jongen uh, een dreigend gebaar maken, alsof hij hem zou gaan slaan. Hè? En die chauffeur die schrikt van die plotselinge beweging van die jongen. Maar dat was een schijnbeweging. Het was een schijnkaraatklap ja, als chauffeur weet je natuurlijk niet of iemand een geintje uithaalt of niet. Hè? Want die jongen maakte een hele snelle beweging. Nou, ja, die, uh, die chauffeur die schrok. Die, die, die week achteruit. En toen ging die jonge man die chauffeur vervolgens uitlachen en zeggen dat die man een leugenaar was, want die was schrikachtig. Maar zie je wel, je schrikt, hè, dus je liegt. Je bent een minkukkel. En ik ga zitten. En die chauffeur die hield uh, voet bij stuk. En die jongen ook de deur uit. En inmiddels stond zijn vriendinnetje al, uh, die was al uitgestapt. Die zag hem die schijnaanvalsbeweging maken en die dacht van oké, okay, hier ben ik verder niet bij. En het liep allemaal goed af. En er was een buitenlandse jongen met een Hollands meisje. En ik heb ook meegemaakt dat een buitenlandse man stond te bliepen en dat ding deed het dan niet en er kwamen allemaal vreemde geluiden uit en... En uiteindelijk zei die chauffeur dus, oké, okay, laat dan die, die overchipkaart maar zien. En toen gaf die man hem een kaart en die chauffeur zei, ja, dit is geen overchipkaart. Dit is een dagkaart voor de NS van drie weken geleden. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, ik dacht dat die het gewoon zou doen en ik denk, oh. ja. Ja, en toen kwam hij met nog een kaartje. En dat was weer zo'n soort product. Zo'n eenmalige kaartding. En die busje weer van. Ja, sorry, maar uh, zo gaat hij niet worden, hè? En toen ging die man in allemaal zakken graaien. En, en toen had hij een overchipkaart. En daar die blieb. Het was het goed. Daar ging hij zitten. Die man die dacht: Kom, ik probeer het gewoon. En ja, je weet het nooit. Er staat wel op, dagkaart van de NS, maar uh, met hetzelfde geld zegt hij pliep. En die andere ook. Ja, toch even proberen. Ja, je kan ook hebben dat je met je valse uh, kaarten uh, bij de bus komt. En dan is het internet uitgevallen en dan mag je van de chauffeur gaan zitten. Dat heb ik ook meegemaakt. Serieus. En die man was een buitenlandse man. En ik heb ook meegemaakt dat een buitenlander. Er zat een buitenlandse chauffeur. En dan komt er een andere buitenlander binnen. En dan zitten ze een beetje te, te klets, klets, klets. En even bliep, 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 bliep. En diegene die instapte, die passagier, was ook een buitenlander, twee buitenlanders. En die doet uiteindelijk uh, bliep, bliep. Bij degene waar ik het display van kan zien. En in die display stond. U bent uitgecheckt of uitchecksaldo, ritsaldo. U bent nu uitgecheckt, ritsaldo dit. En die man die gaat zitten, dat ik te maar nou. En toen die bus op het uh, hier in Arnhem centraal station arriveerde, heb ik gewacht tot een beetje iedereen was uitgestapt. En ik ga bij die chauffeur staan en ik zeg tegen hem van... Goh, een vraag of een opmerking, hè? Die ene man die binnenkwam toen daar, Heelsum of zo... Die ging zitten, maar die had uh, uitgecheckt. En die chauffeur in zijn gebroken Nederlands tegen mij... Die zei zoiets als... Uh, nou, nee, dat is hij heeft betaald... Ik zeg, hoe kan hij nou betaald hebben als hij uitgecheckt heeft? Nou, zie je, dan gaat hij weer betalen bij de volgende keer dat hij bliep doet. Ik zeg nee, dat stond uitgecheckt. Nou, ja, en ik moest geen grote mond hebben. Ik werd die bus uitgestuurd. Toen heb ik de vervoersmaatschappij gebeld. Dat was ook nog een hele heisa, en toen uiteindelijk dan een e-mailadres gekregen en klacht ingediend en ik kreeg van een vervoersmaatschappij een beleefde brief terug van uh, um, wij vinden het jammer dat u onze dienstverlening uh, uh, niet heeft op prijs heeft gesteld uh, wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en uh, uh, wensen dat u met veel plezier gebruik blijft maken van onze diensten en beschouwen de zaak hiermee als afgehandeld. Dus ik denk, krijg me nou. Dus ik heb opnieuw een reply op gedaan en gezegd dat ik niet akkoord ga. Dat wat mij betreft de zaak niet is afgehandeld. Ik kan formeel bezwaar aantekenen tegen het feit dat iemand zegt dat hij zijn werk gedaan heeft. Nou, dan keer ik er weer een terug. Waarin het ze wel heel erg speet. dat, wij, uh, dat ik niet tevreden was over het blablabla, bla bla van de juridische meuk. En ze hoopte dat hiermee de zaak was afgehandeld. Toen dacht ik: wat krijgen we nou? Volgens mij heb ik toen. Heb ik maar weer de telefoon gepakt. en gezegd: van ja, dit schiet niet echt op. Nou, uiteindelijk kreeg ik dan de melding dat ze de chauffeur in kwestie. ...hadden benaderd en hem streng hadden toegesproken. En de chauffeur had berouw getoond. En ze hoopten dat hiermee de zaak voldoende was afgehandeld. En toen dacht ik, nou oké. Okay. De chauffeur heeft een standje gekregen. En ja, dat moet ik ook ophouden met zeuren. Nee, het is vreemd wat je ziet aan het gedrag van die mensen. Er zit nogal wat lomp lompigheid tussen. Dat is wat ik zie. En ik zie ook mensen van buitenlandse afkomst die een uitgesproken verfijnd gedrag hebben. Vertonen. Iets waar menige Nederlander nog een goed voorbeeld aan kan nemen. Dus ik ben de laatste om te zeggen dat buitenlanders niet deugen. Maar onder die groep bevinden zich veel mensen die lomp zijn. En ja, hoe moet je daarmee omgaan? Wat voor voor voorbeeld geven die mensen aan hun kinderen? Of geven ze aan binnen de familie? Er was laatst iemand van de plek waar ik werk, die was van het terrein afgelopen. En dat mag natuurlijk niet. Dus dat moet officieel gerapporteerd worden. En toen heeft een van die begeleiders, dat, dat ving ik op tijdens de koffie, die had toen nog tegen de politie gezegd: van ja, zorg ervoor dat, dat die agent die hem vindt. ...en hem weer terug moet begeleiden naar uh, waar hij thuis hoort. Zorg ervoor dat die man een Turk is, want anders dan... ...dan ja, escaleert de boel. Ja, ja. Het gaat om een geestesziek iemand, zonder meer... En daar zitten hele vreemde krentenbroden. En het dat, dat merendeel daar, naar mijn mening, is niet buitenlander of zo. Maar die zitten er wel tussen. Maar dat is ook logisch. Er zitten namelijk ook Nederlandse mensen. En die zijn niet per se makkelijker dan die buitenlandse mensen. Maar het is wel weer zo'n typisch voorbeeld. Dat er, ontsnapt er dus iemand, en het is dan iemand van Turkse afkomst, en die kan dan alleen maar gevangen worden, in hechtenis worden genomen. door iemand van zijn eigen volk. Want anders slaat hij door. Ik hoorde ook van Wim Kruidentuin een opmerking van een jonge vrouw, die kennen wij allebei. Mijn dochter die kent haar ook. En die had op een avond in een gesprek met Wim tegen Wim gezegd: Ja, maar onze cultuur die bla 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 bla. En dan had Wim aan haar gevraagd: Ja, wat is nou onze cultuur? Waar heb je het over? Die vrouw is geboren in Arnhem. Nee, in, uh, in Reden. Of zo. Maar dat is hier in de bossen bij Arnhem. Daar is ze geboren. En de moeder komt uit, de ouders komen uit Oost-Europa. En haar vader is dan Mohammedaan. En die twee zijn uit elkaar al heel lang. Ja. Wat is dan onze cultuur? Je bent hier geboren. En toch is dat dan voor haar een heel levendig iets. Heel. Ik kan er dan bij denken dat zo'n vrouw dat aangrijpt om zichzelf een identiteit te geven. En dat je dan het gevoel hebt dat je ergens bij hoort. Maar ja, yeah, waar hoor je dan bij? Op de keper beschouwd zijn wij allemaal momenteel buitenlanders. In die zin dat Nederland niet meer is wat het was. Nederland is in een rap tempo veranderd van een overwegend uh, agrarische samenleving naar een enorm verstedelijkte samenleving. En wij hebben te maken met een toename in de bevolking. Wij. Zijn gegroeid van 11 miljoen mensen in 1970 of zoiets. Ik zal even voor degene, uh, de En die kunnen toch meekijken. Even dit bijpakken. Oh. Bevolkings. Ja. Nederland. Dan wil ik zo'n staartje hebben per jaar. Oké. Okay. Wat staat hier? Nou, dit is dus de bevolkingsgroei in Nederland. Dus toen ik geboren werd, zo dus ongeveer hier, hè? toen waren er dik 10 miljoen Nederlanders. Ja, 11 miljoen 11 miljoen Nederlanders waren er toen ik geboren werd. En nu zijn er zo 60% bijgekomen. Toch. Ja. En je kan het aan dit staartje zien dat we lekker aan het groeien zijn. En wij groeien momenteel, dacht ik, met 100.000 mensen per jaar. En dat, ja, dat is ongeveer het aantal wat er binnenkomt van het aantal kinderen in Nederland. Dat valt heel erg mee. We zitten uh, onder de twee of tegen de twee. Waarbij de mensen van buitenlandse afkomst in de regel wat meer kinderen per vrouw hebben. Maar onder blanke Nederlandse vrouwen is nou, 1,3 kind per vrouw. En dat betekent dat we in aantal dalen met iets van 30% per generatie. En toch groeien wij, en dat komt door de instroom van buitenaf. En dat is momenteel 100.000 per jaar. Dus een miljoen. Per tien jaar. En dat gaat heel gestaag door. En wat wij in Nederland dan nu merken, is dat die open vlaktes dat, dat we die kwijtraken. Die eindeloze landerijen, die eindeloze gebieden met landweggetjes. Rare bosjes en vervallen schuren. Dat is allemaal weg. Ja. En het staat helemaal vol ja. Neem je auto wiss en rij langs Utrecht. Dat is helemaal beton. Overal. En dan zie je nog wat weilanden. En dan beginnen de Phoenix-locaties. Uh, Eindeloze herhalingen van steen. En dat gaat me door. En ja, waar wij dus nu. Last van hebben, dat is dat die natuurgebieden die komen in uh, gevaar, zullen we zeggen. En die landbouwgebieden die komen ook in gevaar. En nou zie je dat de natuurbeweging die helpt om Ervoor te zorgen dat, dat vooral de landbouwgebieden zijn die moeten gaan sneuvelen om die extra toevloed van mensen, die 100.000 per jaar, dat zijn 100.000 huizen, 50.000 huizen per jaar. En de infrastructuur die erbij hoort. De snelwegen moeten breder. Treinen moeten vaker gaan rijden of langer zijn. En dan de natuurbeweging die helpt dan om de agrarische sector in te perken qua vierkante kilometers. En de agrarische sector is aan het verliezen. Dus tja, dat maakt ons land totaal anders. Het is niet meer wat het was, het is nu een overbevolkt gebied. En heel koud. Eigenlijk. En daarbovenop hebben wij dus nu een enorm aantal verschillende culturele achtergronden en culturen waar mensen zich uh, verwant mee zien. In plaats van dat we allemaal... Ja, je kwam of uit Groningen of uit Friesland en... Nou, dan had je wel eens wat uh, geheibel over de meisjes. Dat was de, de multiculturaliteit van Nederland. Dat je de Groningen zat en de Friese en de, en de Drentenaren en de mensen uit Twente. En dat is niet de Achterhoek en, en Limburg en, en Brabant en, en Zeeland... En dan natuurlijk Holland en de eilanden. En die culturele verscheidenheid, die, die zijn we helemaal kwijt. En daarvoor terug hebben wij allemaal ja, culturen van buitenaf gekregen. En wat moet je ermee? En heel vaak zijn het er ook uh, ja, zijn het traumatische verhalen. En wat is daar leuk aan? Het is mooi dat we die mensen opvangen, natuurlijk is dat mooi. Maar waarom wij? Ja toch? Ja, wij zijn het dichtstbevolkte land van Europa. In Roemenië, die plekken, daar wonen. echt maar. 16% van de mensen als die hier. Het aantal. Je hebt daar zes keer zoveel ruimte per mens. Nee, die moeten allemaal opgevangen worden in Nederland. Waar, waarom? En in landen als Scandinavië... Ook daar, hoor. Een land als Zweden... Dat heeft niet zoveel, had niet zoveel inwoners. Dat is maar zes miljoen. Wil, en... Daar is ook heel wat binnengekomen van buitenaf. En dat geeft een spanning. Jo, En... Wij dus zijn dus net zo goed buitenlander als al die buitenlanders dat wij net als die buitenlanders niet weten in wat voor land wij momenteel leven. Want wij kennen dit land niet zoals het nu is. Maar onze voorvaderen die kenden dat niet. Mijn tante Til die woont in een portiekflat En die zei. Ja, door de jaren heen. ken ik helemaal niemand meer in dit portiek. En boven haar wonen mensen van Aziatische afkomst. En zij zei tegen mij.: Ja, ik weet niet eens van die mensen. die ze dan ziet op de trappen. Dan komen die mensen omlaag, ze het omhoog. Dan komen ze die mensen wel tegen. Maar zij zei, ik weet niet wie er daar op bezoek komt of wie daar woont. Ik weet helemaal niks van die mensen. Die hebben zich ook nooit voorgesteld. Die kwamen daar wonen. Ja, dat is het. En die praten allemaal hangtjangvlang. Ja, het is dus bij mijn tante Teel de bovenburen. En de rest van het politiek. dus ja... En die moet daar ook maar aan wennen. En zij is daar vrij laconiek onder. Van, nou ja, die is er maar zo. Het is niet warmer geworden daardoor in Nederland. Ik heb een Mohamedaanse vriend... merk aan hem een, ja, een andere cultuur. We hebben er verder geen hijza over. Laatst kwam die schaken en daar had hij van tevoren nog gezegd met heel veel bombardie van ja, maar ik moet wel, om vier uur moet ik uh, het vrijdaggebed zeggen, dus ik wil wel kunnen bidden. En dat wou hij dan in de woonkamer gaan doen. Waarop ik tegen hem zei: nee, als jij wilt bidden. Ik heb daar ruimte voor gemaakt in de kamer, de voormalige kamer van mijn dochter. Die is toch zo goed als leeg. Ik zei, daar heb ik wat spullen opzij gezet. En dat raam is op het oosten. Dus. Nou, go and knock yourself out. Hè? Maar wel in die kamer. Ik vind het wel leuk om het uh, mee te maken. Uh, het, het irriteert me niet. Het is niet mijn cultuur. Het moet ook niet te ver gaan. En voor de rest kan ik het met hem over allerlei onderwerpen prima vinden. Ik begin niet met hem over de. Ja, dingen als scheiding van kerk en staat. Want voor hem is de sharia. ja. dat is het woord van God. Dus is het wet. Dus je. En hoe we daaruit moeten komen, dat zou ik echt niet weten. Het lijkt mij onoplosbaar. Kijk, wij hebben de tien geboden. En jo, je kan moeilijk zeggen dat je daar. Ja, dat is de wet. En dan heb je daar bovenop de wet van Christus. Nou, daar zijn we klaar. Dus ik zie niet zo snel dat hij en ik een glas gaan drinken op het bezegelen van de Sharia op basis van de Koran. Of de deed. En ik weet zeker dat Wim Kruidentuin bij de gedachte badend in het zweet wakker wordt. En dat hij zal zeggen over mijn lijk. Dus joh. En ja, dat geeft spanning. Uiteindelijk. Ik hoorde ook van een buitenlandse familie. dat die dan met de hele familie samen. Uh, kochten ze één koe. Terwijl die koe nog op vier benen stond. Uh, in een weiland. En dan kochten ze de koe op basis van dat uh, oormerk. Dus de KL1378C-3. Die is dan van jou. En dan op een dag. Als die koe rijp is, dan gaat er een, uh, een wagentje met een aanhanger van de slachter. Die gaat naar die boer toe en die neemt die koe mee. En dan krijgt die boer zijn geld. En dan wordt die islamitisch geslacht. En dan wordt het vlees verdeeld onder de familie. En die jongen zei tegen mij: van ja, vlees in onze familie, wij sterven erin, joh. We hebben de hele vrieskist vol liggen. Wij doen dat samen. Nou, ja, wel slim, vind je niet? moet je eens proberen als Nederlander. Ik denk dat je dan een probleem krijgt hoor. Maar als islamitische slachten dat. Uh... Dat, dat, is ook, dat is ook een verhaal wat ik ken van Wim Kruidertuin. Wim Kruidertuin kent een vrouw uit Finland, en die werkt hier in Nederland. En die is afgestudeerd dierenarts. Een hele slimme dame. Ik ken haar ook. Heel aardig. En die. Werkt nu voor de overheid bij de keuringsdienst van Waren, dacht ik. En moet zij op bezoek bij allerlei uh, ja, vleesindustrie, uh, overal waar met dieren omgegaan wordt, daar moet zij langs voor de controle. Nou, bij de, het heelal slachten heeft zij onacceptabele dingen gezien. En zij houdt haar hart vast. Want hoe moet je dat gaan controleren? Het is niet per se diervriendelijk wat daar gebeurt. Niet naar de maatstaven van de westerse regels, die dus gelden voor jou en mij als wij een koe willen slachten. You believe me, dat als jij een koe wil slachten conform de Koran. Zonder dat jij je kan beroepen op het feit dat je dat moet mogen kunnen. vanwege je geloofsovertuiging. dan ja, kan je het niet doen. Dan krijg je niet van elkaar. Natuurlijk niet. En dit soort dingen. denk ik weer. Het kweekt geen saamhorigheid, het kweekt afgunst. Ik hoorde ook iemand op mijn werk zeggen: van ja, die buitenlanders die kunnen van die mooie verhalen hebben over uh, dat ze wel in Nederland moeten zijn, want het is allemaal zo slecht daar. Ja, maar als we naar de tandarts moeten, dan gaan we liever in Turkije, want die is beter. En die was daar verontwaardigd over. Van ja, wat nou. En ik ken ook het verhaal van een Rotterdamse familie. Die hielp dat Marokkaanse gezin met die kinderen te leren lezen. En rekenen, die speelde spelletjes met die kinderen. En nou, die mensen waren dan hartstikke arm. Zo'n minderheid. En toen kwamen ze erachter dat die Marokkaanse familie. Die had niet alleen dat huis, nee, die had nog twee huizen in Marokko. Die mensen leefden heel armoedig, ze leefden van bijna niks. En het waren relatief rijke Marokkanen die. ...hier maar voor zo lang zouden blijven en dan was hun kostje gekocht en zouden ze nooit meer terugkomen naar Nederland. Dan hadden ze voldoende vergaard voor een oude dag en die oude dag brengen ze door in Marokko. Ja, ja. En volgens mij had een van die familieleden nog een uitkering ook. Ja. En die verhalen zijn andersom niet. Punt. Toen na de Tweede Wereldoorlog. mensen uit Duitsland. Eh, daar weg wilden. En dan konden ze naar Canada. En daar belanden ze eerst in een soort detentiecentrum. En dan moesten ze een schuldverklaring ondertekenen. En dan werden ze vrijgelaten. En ze moesten die schuld ophoesten. En kregen daar zoveel maanden de tijd voor. En dan moesten ze zelfstandig zijn. Dus onder die voorwaarden werden ze losgelaten in de Canadese maatschappij. Ze hingen gelijk voor schuld. ze moesten werken. Puur voor de centen. Het was een kwestie van centen. Nou, dat waren de mensen die vanuit Duitsland, Duitsland vluchten naar Canada. Voor de blanken. En kijk ook maar naar die immigratie vanuit Europa naar Amerika toe. Daar kwam ook iedereen binnen in een detentiecentrum. Daar werd je ontluist en dat soort dingen. En het was daar werken voor je geld. Joel. En nu bij die binnenstroom in Amerika van die mensen vanuit het zuiden. ja, die krijgen benefits. Er werd ook aan een, een vrouw uit dat cocaïne-land, Bolivia. En die was vanuit Bolivia gevlucht naar Amerika. En daar was ze een beroemde internetradio host, politiek figuur voor minderheden. En aan haar werd gevraagd: van ja, als je nou weg moet uit Bolivia, oké, okay. maar waarom helemaal naar de Verenigde Staten? Waarom niet naar Mexico? Of El Salvador? Of Nicaragua. Waarop zij zei van ja, kijk, als je gaat vluchten uit je land is dat al erg genoeg. En dan wil je natuurlijk naar de plek waar je het beste af zal zijn. Want je bent toch op de vlucht. Dus ja, je strandt in Mexico. Of je zet even door en dan ben je in Californië. En dan heb je het per definitie veel beter. Dan heb je veel meer kansen. Dus natuurlijk komen we naar de Verenigde Staten toe. Want je bent toch al op de vlucht. Dan kan je net zo goed even doorvluchten. Het zijn haar woorden. En toen haar de vraag werd voorgelegd. Waarom er zoveel haat en nijd is tussen die mensen uit Bolivia en Mexico en de Latino's. Zoveel haat en nijd tussen de Latino's en de negroïden. African American. de blacks. En die hebben heel veel uh, problemen onderling met geweld. En de negroïden mensen klagen over het feit. Dat die Latino's de, de kwaaien zijn. Die negroïde mensen die zeggen dus. Het gesodemieter in de wijk begon toen de Latino's kwamen wonen. En toen kwam de harde muziek. En dan kwamen de scheldpartijen. En toen kwam de drugsgebruik. En toen. Ja. En daarvoor was er niet zoveel aan de hand. In onze black community. Dat zijn de woorden van de blacks. En die Boliviaanse politica, die zei doodleuk... Van ja, die problemen tussen de negroïde mensen en de latino's, dat komt door de blanke onderdrukking. Ja, ja. Maar welke onderdrukking? Dit was toch de regio waarin jij de meeste kansen had. Dus uh, je hebt zelf toegegeven dat je niet in Mexico zit, maar in in de Verenigde Staten zit, want je zou de meeste kans hebben in de Verenigde Staten. En dan ga je je beklacht doen over het systeem. Dat het zo onderdrukkend is. Maar als het zo onderdrukkend is, waarom heb je hier dan de meeste kansen? Dat is mijn vraag die uh, lijkt mij terecht is, hè? Want onderdrukking houdt in dat je minder kansen hebt. Ja, maar je hebt meer kansen dan in Mexico of uh, Nicaragua. En dat is dan nog niet genoeg voor jou. Dus ik ga naar de plek waar ik de meeste kansen krijg, tenminste dat denk ik. En dan ga ik daar klagen over onderdrukking, wat inhoudt uh, dat ik minder kansen heb. Ik ken ook het verhaal van iemand en die kwam uit Egypte. En die stond in Amerika ingeschreven als Caucasian. En hij heeft geprobeerd om dat te laten veranderen naar Negroid. En dat kreeg hij niet voor elkaar en hij voelde zich gediscrimineerd. Want. Zijn schoolresultaten waren niet voldoende om te mogen gaan studeren aan een bepaalde instelling. Die had dus een gradatie daarvoor. En dan moest je minimaal zoveel punten hebben. Als je Caucasisch was, was je Negroid, dan golden er lagere cijfers. Hoefde je niet zulke hoge cijfers te hebben als Negroid. En hij wilde dat. En hij vond het onterecht dat hij als Caucasian werd gezien. En dus niet uh, genoeg uh, goede cijfers had voor een Caucasian. Maar uh, ik had wel goed genoeg cijfers als ik Negroïde ben. En eigenlijk, nu je het mij vraagt, ja, ik ben ook Negroïde, want ik kom uit Egypte. Dus waarom mag ik geen uh, negroïde stempeltje in mijn paspoort? Dan kan ik tenminste naar die school. Ik word gediscrimineerd. Juh. Ja, het is bijna te lachwekkend voor woorden. En een punt hierbij is in die discussie over buitenlanders is dat Mensen als Stefan Molineux en nog wel wat andere. Stefan Molineux komt dan uit Canada en er zijn nog wel wat andere namen van mensen uit Amerika en die hebben onderzoek gedaan naar criminaliteit en ras. Ja. En dan ook onderzoek gedaan naar IQ en ras. En wat blijkt nou, eh, IQ en criminaliteit, die zijn gerelateerd en dan omgekeerd. Dus des te lager het IQ van een mens, des te groter de kans is dat hij crimineel gedrag vertoont of gaat vertonen. Dus hoe hoger het IQ, des te lager de criminaliteit. Ja, maar je hebt ook witte de en die zijn hartstikke slim. Ja, dat is. Dat zijn de uitzonderingen. Dat worden er wel steeds minder. En hun misdrijven zijn natuurlijk evenals zwaarder talent qua schade. Maar voor de rest, dingen als winkeldiefstal en verkrachtingen en dat soort dingen, die zijn duidelijk gerelateerd aan een laag IQ. Je kan ook zeggen. Mensen met een hoger IQ. Die begaan hun misdrijven zo in het geheim. dat niemand erachter komt. Dat kan je ook zeggen. Iemand die zijn baas echt heel slim weet te tillen. Meer. En dan leggen ze de relatie naar het ras. En. Dat is naar mijn mening een grote fout. Het gaat om moraliteit, het gaat om het woord. En ja, er zijn mensen om ons heen en die zijn diep ongelukkig. En die zijn op de vlucht, of whatever. En dat komt dan hier terecht. En, ja. Je moet wat doen aan dat trauma. En daarbovenop moeten wij ook iets doen aan ons eigen trauma. Namelijk dat we dat Nederland van toen, dat komt voorlopig niet meer terug. Dus uh, gaan we opnieuw immigreren, integreren in het Nederland van 2020. Met corona monddoekjes. Dat is voor ons ook allemaal nieuw. En een anderhalve meter samenleving. En een schuldenlast die torenhoog is. En dingen als een vaccinatiebewijs. Dus dat je over straat loopt en dat iemand aan je kan vragen, ben jij wel gevaccineerd? Heb jij het stempel? Mag ik even je smartphone zien? Of je kaartje? Wat willen ze nou? Is het echt zo erg? Het lijkt wel, hè? En het aantal mensen in Nederland wat zegt van ja nou ja op zich moeten dat soort dingen wel uh, ja moeten wel elkaar beschermen en uh, ja want als je niet vaccineert man je bent een gevaar voor je omgeving weet je wel maar dat is helemaal niet waar hè? kijk je moet niet op bezoek gaan bij iemand met een pasgeboren baby als je ziek bent en de reden daarvoor is dat je als je ziek bent, dan moet je helemaal niks doen. Dus ook niet op bezoek gaan. Als je ziek bent, moet je in bed gaan liggen. Met de gordijnen half dicht. En een bekertje met, uh, weet ik veel, iets met clowntjes erop. En een goed boek. Als je zin hebt om te lezen. Ja, toch? En los van uh, die groep, dus de pasgeborenen en uh, hoogzieke bewaarden. Hoogbejaarde zieken. Hoogzieke bejaarden. Nou, Daar moet je ook mee oppassen. Niet op bezoek gaan als je ziek bent. Ja. En voor de rest. heeft een iedere mens zijn eigen afweersysteem. En als er mensen zijn die zeggen. Nou, ik wil mijn afweersysteem even gaan trainen de komende tijd. Dus ik laat me injecteren met. Uh, ja, prikkelende stoffen. Stoffen die mijn lichaam van binnen gaan prikkelen. zodat mijn. Afweersysteem in actie komt en is dat vast een beetje getraind. En ik hou van een goed doortraind afweersysteem. Net zoals dat mensen naar de sportschool kunnen gaan, en, want ze willen hun lichaam trainen. En dat je dat doet met je afweersysteem. En dat doe je middels vaccinatie. Ja, dat is toch best. Als jij die middelen vertrouwt. Ja, waarom niet? Als je volwassen bent, zelf dan. Er is geen enkele reden voor jou om te gaan wensen dat mensen in jouw omgeving ook allemaal afgetraind zijn met een afweersysteem. Want dat brengt jou niet extra bescherming. Ja dus. ja, dus als jij naar de sportschool gaat, dan heb je een gezonder lichaam. Dan ga je toch ook niet aan mensen op jouw verjaardag als eis stellen van ja, ik wil wel dat jullie allemaal ook naar de sportschool gaan. Dat jullie allemaal wel goed afgetraind met je lichaam op een verjaardag komen. Want ja, anders krijg ik er last van. Natuurlijk niet. En dat wordt ons dan wel verteld. Dus wij moeten ons vaccineren om onze uh, medemens te beschermen. Want het gaat om de pasgeboren baby's en de hoogbejaarde zieken, zwakken. Die uh, ja, waarschijnlijk. Wanneer ga je nou een pasgeboren baby uh, in dezelfde kamer zijn? Dat, wanneer is dat dan? En je gaat niet op bezoek als je ziek bent. Dus ja. Je gaat op bezoek met een grote glimlach en een leuk cadeau voor de ouders. En je drinkt een kopje thee op de veranda. En het kind dat ligt ergens in een mandje en het wordt zachtjes heen en weer geschommeld door mama. En dan geef je die beide ouders een hand en dan ga je weer weg. Nee, je vormt helemaal geen besmettingsgevaar voor dat pasgeboren kind. En die angsten worden ons aangepraat. Net zo goed als de kreet, roken is dodelijk. Roken is niet dodelijk. Ja, oh, maar je kan er aan doodgaan. Eh... Uh, ja, autorijden is niet dodelijk. Je kan er wel aan doodgaan, maar je zegt niet: autorijden is dodelijk. Wat je zegt is: autorijden is gevaarlijk. En hetzelfde geldt voor roken. Dat is gevaarlijk. Pas ermee op. En zo worden wij met de taal. In de war gebracht. Dan gaan wij verkeerde woorden gebruiken. Waardoor we elkaar dus niet meer goed begrijpen. Je krijgt een Babylonische spraakverwarring. Ja, wat de een dodelijk noemt, dat noemt de ander gevaarlijk. Ja, denk daar maar even over na. En die andere dingen als uh, met die virussen. Virussen zijn tegenwoordig het ergste, uh, meest voor bedreigende uh, fenomeen dat er is. Maar we hebben ook nog abortus en zelfmoord en honger, en tyfus en malaria. Mazelen niet te vergeten. Mazelen is hier in het Westen nooit een probleem geweest. Een uitzondering daargelaten. Maar de laatste overledene aan de mazelen, dat was in 1990 ergens in West-Europa één geval. Krijg je daarentegen de mazelen beneden de Sahara in, uh, in Afrika? Of onder de Sahel? En je bent daar geboren en je krijgt als kind de mazelen. Dat is aanzienlijk. Percentages kinderen gaan daar dood aan mazelen. En dat kennen wij hier in het Westen helemaal niet. Hier is het een uh, onschuldige kinderziekte. Het is nog gebruik geweest dat ouders met hun kind, een gezonde kind, juist op bezoek gingen bij een vriendje dat de mazelen had. Want dan had je kind het maar gehad. Dus dan ook een, een training van het afweersysteem van je kind. En dan niks geen. Uh, ja, dan gaan we eerst even bewerken dat het. Uh, ja, met een, en dan spuiten we ook in. Uh, best gevaarlijk hè? maar dan spuit je in en zo. Nee. Gewoon op bezoek bij Henk. Ja, mama, maar Henk is ziek. Ja, zegt mama. En daarom gaan we allemaal heel zachtjes praten en heel lief doen, want Henk is ziek. Maar we gaan wel op bezoek. Ja, mazelenfeestjes werd dat genoemd. Huppakee, een hele groep kinderen in één keer besmetten. Nou, en dan kregen al die kinderen de mazelen, mocht je op. En dan waren die weer een paar dagen van de kaart. En ja, dan had iedereen de mazelen gehad. En dan zijn we daar vanaf. Zo gingen wij om met de mazelen. Dat was helemaal geen probleem. Ja. En nu moet ieder kind daartegen worden ingeënt. Ik zou niet weten waarom. Mijn dochter die zei van, ja, maar polio, dat, uh, nou, dat, uh, dat toch dat wel. Want dat is wel heel erg. Ja, polio is niet zo erg. Kinderverlamming, dat is heel vervelend. En dat is een extreem geval van polio. Dat komt maar voor bij 1 op de 100 besmettingen. Dat is nog steeds behoorlijk, maar. Kijk, niet iedereen. Dus als er een uitbraak is van polio, dan krijgt niet iedereen polio. Het is maar een bepaald percentage van de mensen dat daadwerkelijk dan die polio. Symptomen gaat vertonen. En daarvan 1% ongeveer of nog minder krijgt kinderverlamming. En daarbij genomen dat in dit soort aantallen, als je risico's die zo. Uh, Weinig voorkomen. Als je die gaat meetellen. wat je dan allemaal wel niet aan mogelijkheden hebt. En dan zijn er heel veel dingen waar je druk over kan gaan maken. Er, er gebeuren ongelukjes. de godgangse tijd. Ook bouwvakkers die van stijgers vallen. en hun rug breken. En andere dingen. Verkeersongeluk. Ik ken het verhaal van iemand. en die werd zwaar depressief. En ging naar de psychiater. en die ging allemaal praten. van. vertel eens wat over je jeugd. en er was niet nogal wat gebeurd. En hij ging er ongelooflijk onder gebukt. En en hij woonde in een heel mooi huis in Utrecht. Het was zijn eigen huis en had hij geweldig ingericht. En zijn bed had hij geplaatst in een alkoof. Dus een opening in de muur. En daar paste dan zo'n beetje als precies dat bed in en dan met lampjes en kastjes in toestand. En daar sliep hij. En zijn voeteneind als het ware, dat was dan de grote kamer, een hele grote slaapkamer met een bureau. En... Ja, het veel geld. Nou, en op een dag. dat die... nou, hij. Nou, hij sleurde zichzelf naar zijn werk toe. Hè? En met de zaken ging het goed. Hè? In die tijd werkte ik voor hem. Ik als programmeur en hij als, uh, ja, als klant. En toen wilde hij een verbouwing in zijn woning en dan die alcove waar hij in sliep. Die, die had een, uh, hoe noem je dat, een lambricering. Daar zat een houten wand voor. Dat is dan mooi hè, met goud en hij was het beu en hij dacht van nou, ik wil die hele lambrisering weg en dan wil ik uh, iets anders gewoon steen ja. dat kan je ook doen hè dan heb je gewoon geen lambrisering maar dan doe je de muur insmeren met dat is een stukadoor vraag je dan ja, gewoon steen lekker fris nou, toen kwam het bouwbedrijf en die begon die lambrisering, al die planken van de muur af te trekken. En toen bleek dat achter dat hout zat een enorme schimmel. Niet een stukje van 20 bij 20 centimeter, nee. Van de onderplint tot aan de bovenplint. Overal, helemaal lange draden. Eén groot... Eén groot monster zat er achter die planken. Dat was één grote schimmelkolonie. Het was allemaal alles wat er met elkaar met draadjes en uuk, heel smerig. Het zal wel iets te maken hebben met vocht in de muren. En dan in die slaapkamer, daar werd natuurlijk lekker gestookt. Dus dan heb je warmte en vocht. En achter die planken, daar hoopt zich stof op. Dus, ja. En die schimmel heeft ook dat hout om te verteren. En misschien zat er nog iets achter van. Ook iets van hout. Ja. En daar sliep hij elke nacht in. Nou, hij was er helemaal van overtuigd dat die hele schimmelpartij niet iets van hem was. En hij gaf die bouwvakkers de opdracht om uh, extra te goed te gaan schoonmaken en alles, alles weg te halen. Hebben die mannen gedaan. Hebben die muren opnieuw gestukt. En zijn bed weer terug. En een paar dagen later uh, gaat hij s morgens fluitend naar zijn werk. En even later heeft hij zijn uh, psychotherapeut vriendelijk bedankt. Hij was van zijn psychische klachten af. Ja. Hij sliep elke nacht in die schimmelsporen-toxine-meuk. Hij sliep in één grote paddenstoel. Boah. En dat dan dag in dag uit, voor maanden achter elkaar. Ja, en dan, dan voelen we ons niet meer zo lekker. Nee. En toen was dat weg. En toen waren die psychische problemen ook voorbij. En... Ja, klaar. Dus we lopen zoveel risico's. Er is ook een voorbeeld van een woonwijk in Amersfoort. Waar ze heel energiezuinig werkte met een warmtewisselaar die de woning verwarmde met lucht en dan werd de lucht werd in zichzelf gecirculeerd. Dus de er ging geen warme lucht naar buiten toe. Dus er kwam ook geen frisse lucht naar binnen. Dat wil zeggen een mondjesmaat. Want al die frisse lucht die naar binnen komt, die moet opnieuw verwarmd worden dus je wil helemaal geen koude lucht er binnen, je wil een stabiele temperatuur. Dat had die die mafketel verzonnen. Die mensen werden ziek. Ja, die zaten de godganse tijd hun eigen lucht in te ademen. Ze ademen uit en dan die uitgeademde lucht die kregen ze vroeg of laat weer terug. En als de voordeur open ging of een, een keertje een raampje open, wat heus wel ergens kon. Dan kwam er even wat frisse lucht naar binnen en dan was het weer afgelopen. Ja, dan word je ziek. Die risico's, neem die eens even mee voordat je bang wordt... en een mazelen vaccinatie gaat aanvragen voor je pasgeboren kind. Denk om ventilatie bijvoorbeeld. Hier. Nou, ik ga lekker een kopje thee halen. Ik vond het wel een uh, mooie over de, de reactie van mij op die wedstrijd met mijn dochter. Er is nogal wat over te zeggen. Hè? En al die gekte die ons opgedrongen wordt. Waar ga je me zorgen maken over dit? En waar moet je je eigenlijk nou zorgen over maken, toch? Nou, tot de volgende.